Huis van Leusden is een bijzondere werkplek. Het is de plek waar je binnenwandelt en elkaar ontmoet. Waar je je paspoort haalt, trouwt, vergadert, terecht kunt voor advies, zorg en begeleiding. Een huis voor iedereen. U bent vanaf 24 september van harte welkom. Nu alvast een kijkje achter de schermen. Welkom hier in het Huis van Leusden. Zoals u ziet wordt achter mij nog volop gewerkt om straks open te gaan. En hier in het Huis van Leusden treft u een aantal bewoners aan. De gemeente, voilà, onze onderwijskoepel en Larix Zorg en Welzijn. Hier krijgen we de leestafel waar u allerlei informatie kan vinden. Documentatie van Larix Zorg en Welzijn, van de gemeente, maar bijvoorbeeld ook de Leusdenkrant. En erachter, daar komt een scherm waarop u de Leusden Leeft app kan zien wat er allemaal in Leusden wordt georganiseerd. En ik kan u vertellen, dat is echt heel veel. Dus uitstekend als u even moet wachten tot u aan de beurt bent om informatie op te halen. Of gewoon even binnen te lopen en tegelijk een lekker kopje koffie te pakken. Hier komt de huiskamer van Leusden. En de huiskamer van Leusden is een punt waar u als vrijwilliger, of als u vrijwilliger wil worden, ondersteuning kan krijgen 3 dagen in de week. Dus komt u dan zeker een keertje langs. We hebben in Leusden ontzettend veel vrijwilligers, maar we kunnen er altijd nog een paar gebruiken. Dan ziet u hier dat volop wordt gewerkt aan het Eetwerkcafé. Waar straks medewerkers van de gemeente, maar ook als u hier bij de gemeente op bezoek bent of bij een van onze andere medebewoners, een broodje kan eten of een kopje koffie kan drinken. En hier in het Eetwerkcafé wordt ook gewerkt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En een aantal van die mensen die wonen ook hierboven. Want ja, in het Huis van Leusden wordt ook gewoond. Dus dit is echt een huis van ons allemaal. Deze prachtige zaal hier achter mij, die kan worden gebruikt voor allerlei evenementen die we organiseren, wij of onze partners. Maar het allerbelangrijkste wat hier gebeurt, het is namelijk het hart van onze lokale democratie. Hier vergadert de gemeenteraad. Komt u gewoon eens een keertje kijken, want het is uw raad door u gekozen.